Mijn naam is Marie-José Smit. Ik ben zelfstandig adviseur en onderzoeker. Ook nog verpleegkundige, maar ondertussen niet meer praktiserend. Dat heb ik toch maar aan me voorbij laten gaan uiteindelijk. Ik mag iets vertellen over de methode zelfevaluatie. Een instrument dat ontwikkeld is voor zicht en grip op lerend vermogen. Even iets over de status van het instrument. De methode is ontwikkeld in het kader van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Van vorig jaar januari vastgesteld en opgenomen in het register van het Zorginstituut. Een van de ontwikkelopdrachten die daarin staat gaat over het ontwikkelen van een methode om lerend vermogen zichtbaar te maken. Die ook voor de IGJ, toen nog IGZ geheten, bruikbaar is. Een eerste versie van die methode is nu beschikbaar. Het is duidelijk een eerste versie van de methode. De bedoeling is om die ook in dit jaar verder uit te testen. Om te kijken of die ook echt wel bruikbaar is in de praktijk. Of die als zinvol wordt ervaren of mensen ermee uit de voeten kunnen. Dus daarvoor wordt ook een pilot opgestart. Om meteen ook misschien maar even de kou uit de lucht te halen. De methode is voor de IGJ niet verplicht. Zij zijn wel betrokken ook bij de ontwikkeling van de methode. En denken dat het inderdaad een zinvol en een bruikbaar instrument is. Maar zij zeggen als organisaties op een andere manier lerend vermogen zichtbaar willen maken, dan kan dat. Wel zeggen zij van, dat staat ook in het kwaliteitskader, je moet er wel wat mee. In het kwaliteitsverslag moet uiteindelijk wel iets opgenomen worden over van hoe jij denkt dat het met het lerend vermogen in je organisatie gesteld is, hoe je dat hebt vastgesteld en wat de verbeterpunten zijn. Maar je mag dat gewoon op een eigen manier mag je dat doen. De methode is door het kwaliteitskader, door de stuurgroep kwaliteitskader geïnitieerd. En Actis en BTN waren ook trekker daarvan als brancheverenigingen. En Actis stimuleert haar leden ook, al die verpleeghuisorganisaties waar we het net over hadden, om echt met dat lerend vermogen ook aan de slag te gaan. Zoals ik al zei, is de IGJ ook betrokken bij de ontwikkeling van de methode. Zij zaten in de begeleidingscommissie. Daar zaten ook een aantal andere mensen die verstand hebben van lerende organisaties. Bijvoorbeeld Renate Westering van Waardigheid en Trots was ook een van de mensen die in de begeleidingsgroep heeft meegedaan. Die hebben op proces en inhoud meegekeken. En dat was ook een van de bronnen die benut zijn om de methode te ontwikkelen. En daarnaast heb ik desk research gedaan, literatuuronderzoek. Waar hebben we het eigenlijk over bij leren, lerende organisatie, organisatie leren, lerend vermogen. Dat zijn toch allemaal termen waarvan je het gevoel hebt, oh ja, ik weet eigenlijk wel waar dat over gaat. Terwijl als je eens preciezer gaat kijken, denk ik, hebben we bijvoorbeeld in de focusgroepen, die hierna ook als bron noem, hebben we echt best wel de hele tijd ook gehad over leren. Wat is leren eigenlijk? Ja, want die vraag mag ik die stellen. Ja, nee, nu niet, heb ik begrepen. Maar ja, dat is wel belangrijk. Ja, ik kom erop terug. Ja. En we kunnen het er ook over hebben nog straks. Ja. Maar dat zijn inderdaad ingewikkelde termen. Van waar gaat dat over? Dus een van de bronnen die ik benut heb om die methode te maken is van alles lezen daarover, maar daar ook over spreken. Met leerexperts heb ik ze genoemd, zoals Joyce Teunissen, een van de leerexperts waar ik mee gesproken heb. En ik heb met een heleboel mensen uit de praktijk gesproken. 7 focusgroepen met bestuurders, cliëntvertegenwoordigers, stafmedewerkers, kwaliteit, opleidingen, vrijwilligerscoördinatoren, kwaliteit van zorg, directeuren, verpleegkundigen en verzorgenden, dagbestedingscoaches, medisch paramedische disciplines, geestelijk verzorgers. Nou ja, zo'n beetje iedereen. Dus uiteindelijk denk ik dat ik met zo'n 60 mensen uit de praktijk gesproken heb. En wat ik moet zeggen, in het verhaal van Joyce, en ik herken dat ook wel, is dat dat die beweging echt nog op gang gebracht moet worden. En nadat, nou ja, ik noem het maar even, leren in de praktijk en dat organisaties daar nog een slag in te slaan hebben. Maar wat ik wel ook, vooral in die focusgroepen ook
heel veel positieve energie. Hè. Het is natuurlijk een select gezelschap dat ingaat op zo'n uitnodiging om mee te praten over zo'n onderwerp als leren. Maar ik denk, zo'n 50 organisaties die ik een aantal mensen van gesproken heb, zie ik wel dat er al van alles en nog wat gebeurt ook echt in die organisaties. En dat er al heel veel onderdelen van dat, ik noem het maar even, nieuwe leren terug te vinden is. Alleen consistent beleid en congruent beleid, daar valt zeker nog een slag in te slaan. Maar ik ben wat dat betreft misschien wat optimistischer gestemd, omdat ik denk van er gebeurt echt zoveel al, waar je volgens mij ook echt heel mooi aan bij aan zou kunnen haken. Dus daarom ben ik ook blij dat we ook echt met die praktijkmensen gesproken hebben om die methode te ontwikkelen om zicht en grip te krijgen op dat lerend vermogen. Misschien ook nog leuk om te noemen dat als een soort van bijvangst ik ook heel veel informatie kreeg over het versterken van lerend vermogen. He, want je hebt het over het zichtbaar maken van leren. Wat is de stand van zaken eigenlijk? Maar om eraan te werken, en dat raakte ik niet kwijt in die methode. Dat vond ik eigenlijk heel erg jammer. Dus nu heb ik ook met Actis afgesproken dat ik daar een aparte notitie van maak. Van als je nou met het versterken van het lerend vermogen aan de slag wil, wat zou je dan kunnen doen? Dus die notitie is nu in de maak en die komt ook beschikbaar voor zorgorganisaties. Dus die bijvangst is volgens mij nog wel een mooi product geworden. Nou, we hebben in eerste instantie heb ik ook met allerlei mensen gesproken over van, waar moet die methode dan eigenlijk aan voldoen? Want je kan iets maken, maar wat zijn eigenlijk de criteria? Wat zouden we met z'n allen willen met die methode? Dat hebben we ook de uitgangspunten genoemd. Ik heb even de belangrijkste hier op een rijtje gezet. Die methode moet zicht geven op de stand van zaken, van hoe staat het er eigenlijk mee. Maar tegelijkertijd moet het ook aanknopingspunten geven om te verbeteren. Het moet die twee dingen doen. Het moet ook helpen om die beweging op gang te brengen. Die tweede is denk ik ook wel een interessante gezien die discussie die we net hadden. Die methode moet wel gaan over het vaststellen van lerend vermogen en niet over goede zorg. Dat die twee van alles en nog wat met elkaar te maken hebben, dat is natuurlijk evident. En dat kwam ook in die focusgroepen steeds weer aan de orde. Ja, maar we weten toch of we voldoende geleerd hebben als de zorg beter wordt. En natuurlijk, dat heeft ongetwijfeld ook van alles en nog wat mee te maken. Of we zijn goed aan het leren als we een heleboel verbetertrajecten doen. Ook waar, dat heeft ook van alles en nog wat met elkaar te maken. Maar waar we met die methode toch naartoe wilden, is echt de vinger krijgen achter, maar als je nou aan het leren bent in de organisatie, waar moet ik dan naar kijken om te zien of dat wel goed genoeg gebeurt? En dat is toch wat anders. Je wil juist om die aangrijpingspunten te vinden om dat leren in de organisatie te versterken, kan je niet volstaan met te zeggen van die zorg wordt beter of we doen veel verbeterprojecten. Want dat geeft niet de informatie waar je dan naar op zoek bent. En dat was nog wel een klus, om die focus ook steeds goed vast te houden. De methode moet ook sturen op het doel. Leren is geen middel, maar is een doel. Daar hebben we net denk ik ook verschillende keren over gehad. Leren om te leren, waarom zou je het doen? Maar leren om dat gekoppeld aan de visie van je organisatie, de bedoeling, de opgave. En dat kan je groot, maar ook heel klein. Ook in een team, we leren omdat we dit en dat willen realiseren. Ik leer persoonlijk als professional omdat ik wil bijdragen aan het doel van de organisatie. Belangrijk dat het ook aansluit bij drijfveren. Dat mensen het leuk vinden om te leren, als ze het al leuk vinden. Want ik herken ook wel wat net gezegd wordt, dat leren niet voor iedereen. Met name mensen die misschien een heel traject achter de rug hebben, waarin ze maar steeds te horen hebben gekregen dat ze helemaal niet goed zijn in leren. En dan moet iedereen opeens leren. Dan is leren misschien niet de juiste term om te gebruiken. Maar ook dat leren koppelen aan dat doel, dat ook een belangrijk
uitgangspunt is. En dat je dat moet vasthouden. Nou ja, heel belangrijk was om een organisatie zelf in de lead te zetten. Want ik denk, nog even het oude kwaliteitskader ook in gedachten. Kwaliteitskader verantwoorde zorg, waar uiteindelijk indicatoren uitkwamen. Waar iedereen zei van, oh ja, dat moet ik gaan doen. Of ik het nou leuk vind of niet, of het belangrijk is of niet. Maar dat is blijkbaar waar het om gaat. Dachten van, nou ja, als het nou gaat over het zichtbaar maken van lerend vermogen. Laten we dan vooral ervoor zorgen dat het niet zo'n, oh ja... hebben we gezien, klaar wordt. Maar dat er op de een of andere manier aangehaakt wordt bij een intrinsieke motivatie die er in de organisatie is om ermee aan de slag te gaan. Dat je zelf denkt van, hé, maar we moeten zelf gaan nadenken. We moeten zelf kijken van hoe we met dat lerend vermogen aan de slag gaan. En die methode moet daarbij helpen, maar moet niet het denkwerk overnemen. Dat is niet de bedoeling. Dat is dus ook dat laatste puntje, dat moet het afwinken, ontmoedigen. Dat is niet iets wat we zouden willen. Dus dat zijn een aantal uitgangspunten die we ook zeg maar, vanuit het ontwikkeltraject... en ook heel duidelijk met al die praktijkmensen hebben besproken... van zo moet die methode eruit gaan zien. En waar hebben we het dan over bij lerend vermogen? Wat is dat eigenlijk? Nou, daar kan je echt ook wel weer... Als je in de literatuur daarover zoekt, dan vind je die term eigenlijk helemaal niet zo vaak. Je vindt wel heel veel over lerende organisaties of organisatieleren. Maar de term lerend vermogen, die vind je eigenlijk niet goed terug. En als je hem terugvindt, dan weet ik eigenlijk nog niet waar het over gaat. Dus we hebben zelf gedacht van ja, laten we goed nadenken over van waar gaat dat dan eigenlijk over. En we hebben dat omschreven als lerend vermogen gaat over de manier waarop in de organisatie wordt gewerkt aan dat leren, dat ontwikkelen en dat verbeteren. En dan vooral ook niet alleen dat wat op papier staat, maar echt om heel concreet wat er nu in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Dus als je lerend vermogen zichtbaar wil maken, dan moet je ook naar die praktijk gaan kijken van wat gebeurt daar. Dan eigenlijk allemaal. Dus dat is een manier om dat lerend vermogen te omschrijven. Dat is eigenlijk best simpel. Dat gaat over ontwikkelen, leren en verbeteren in de organisatie. En wat er dan daadwerkelijk ook allemaal gebeurt rondom dat thema. En wat we vervolgens dan gedaan hebben is gekeken van ja, als je dan... Dat leren, dat verbeteren, dat ontwikkelen. Ja, daar wil je dan iets over gaan zeggen in de organisatie. Daar wil je over spreken met elkaar. Van hoe zou je dat dan kunnen doen? Nou, dus we hebben heel erg gekeken naar... van wat zijn dan de kenmerken eigenlijk van een lerende organisatie? Een organisatie die heel erg bezig is met dat leren en ontwikkelen. En al die punten die in de presentatie van Joyce in die rechterkolom... staan, dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die te maken hebben met lerend vermogen. En dat hebben we dan de herkenningspunten genoemd. Dus de herkenningspunten is eigenlijk een soort van brilletje dat je opzet als je denkt van god, ik wil nu eens naar mijn organisatie gaan kijken vanuit dat perspectief van zijn we wel goed bezig met dat leren. Dan denk je van oh ja, kan ik hier naar kijken, kan ik daar naar kijken, kan ik zus kijken. Dus dan weet je eigenlijk van je waar je overal naar, waar zijn die plekken, waar moet ik nou op zoek om dat leren, verbeteren, ontwikkelen in mijn organisatie terug te vinden. En die herkenningspunten, die staan ook in die notitie die jullie gekregen hebben. Die werken dan als onderwerpen om een gesprek over te voeren. Die zijn niet bedoeld als een norm waaraan je moet voldoen. Als er staat van belangrijk herkenningspunt van lerend vermogen is dat werkplek leren. Waar Joyce het ook al over had. Wat en hoe, ja, dat is aan de organisatie zelf. Wil ik dat wel of niet? En hoe wil ik dat dan? En hoe gaan we dat dan aanpakken? Daar zegt zo'n herkenningspunt allemaal niks over. Maar wel, als je nou iets met het lerend vermogen wil... dan zou je moeten nadenken over werkplek leren. Zo zijn die herkenningspunten bedoeld. Dus ze helpen
om zicht te krijgen op dat lerend vermogen, maar ook om die ontwikkelpunten, hè, wat kan anders en beter, hè, de grip noemen we dat dan, om daar iets over te kunnen zeggen. En de herkenningspunten van lerend vermogen, die staan ook in die notitie die jullie ontvangen hebben. Nou ja, dat gaat dan over dit soort dingen. We kunnen daar misschien straks nog wel even over doorpraten, van wat dat dan is. Maar dat gaat vooral echt ook over van hoe kun je leren in de praktijk. Dat heeft ook te maken met de aard van de zorg. Zorg is eigenlijk altijd op maat. Dat klinkt dan wel ook al een beetje als zo'n dooddoener. Natuurlijk, zorg is altijd op maat. Maar wil je aansluiten bij wat voor cliënten echt nodig is, zul je eigenlijk in elk moment, elke keer weer opnieuw, ook als je afspraken hebt vastgelegd in het zorgleefplan, weer opnieuw moeten kijken, wat is hier en nu het juiste om te doen voor deze cliënt. En vandaag weer misschien iets anders dan morgen. Dus die aandacht, zeg maar, met aandacht kijken en inspelen op die behoefte, vraagt zeg maar om houding, kennis, gedrag, vaardigheden die eigenlijk alleen ontwikkeld kunnen worden vanuit dat werkplek leren. En dat wordt dan ook wel eerst tweede orde leren noemd, diepte leren, praktische wijsheid. Dat zijn termen die daar dan heel erg bij passen, omdat het inherent is eigenlijk aan de zorg om dat zo te doen. En dat leer je gewoon niet in de schoolbanken. En ook misschien dat je daar wel bepaalde kennis aangereikt krijgt. Maar daadwerkelijk echt weten wat dat nou betekent om aan te sluiten, dat leer je eigenlijk alleen in de praktijk. Dus dat is een belangrijk onderdeel van dat lerend vermogen is. Van hoe kun je als organisatie nu dat leren in de praktijk vormgeven en faciliteren op een manier die aansluit ook bij jouw visie, bij jouw kernwaarden, bij de dynamiek in de organisatie, maar ook de ontwikkelopgave die je als organisatie hebt. Daar zul je zelf dan naar moeten zoeken hoe je dat doet. In een lerend vermogen is ook die focus op die doelen steeds heel erg belangrijk. Ik heb ook, dat was in december, is een oratie van hoogleraar Menno Ruiters. Die heeft een heel prachtig document geschreven over, het gaat niet over de zorg, maar wel over werkplek leren en organiseren. En zij zegt ook heel duidelijk van, ja weet je, leren werkt pas voor de organisatie als het gekoppeld is aan de opgave. En niet leren om het leren, maar leren om wat wij als organisatie willen realiseren. Niet alleen heel groot in visie en kernwaarden, maar ook heel klein in een team of als persoon. Ik kan beter aansluiten bij een cliënt als ik iets aan mijn attitude doe. Of als ik beter feedback kan geven. Dat is dan een heel. En het mooie is dat je dan ook vaak ziet, dan zit je ook bij die drijfveren. Juist als je op die manier bij die leren verbindt aan opgaven, dan daar zitten ook die drijfveren. Dus daar, als je lerend vermogen wil versterken, dan zijn dat plekken waar je dan naar op zoek moet. En wij dan die herkenningspunten van lerend vermogen hebben genoemd. Als je nadenkt over hoe kan ik mijn organisatie zeg maar zo lerend mogelijk maken, en de focus houden op waar wij hier met z'n allen nu eenmaal voor zijn. Want de organisatie, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband met mensen die samen gericht zijn op een bepaald doel. Dat is wat een organisatie doet. We zijn geneigd om het woord organisatie te verbinden aan bestuurders en managers. De organisatie moet faciliteren. Maar dat is eigenlijk heel gek. De organisatie, dat is gewoon iedereen die er werkt. Alle medewerkers. Ook bestuurders en managers, dat zijn ook medewerkers. Dus iedereen die daar werkt, dat is de organisatie. En dat hele samenwerkingsverband, dat is er met een bepaald doel. En dat is goede zorg, maar dat is meer dan dat. Dat is ook het voortbestaan van de organisatie is ook een doel. Het overleven in die hele complexe, ingewikkelde maatschappij die we hebben. En al die invloeden die zorgorganisaties altijd maar op moeten. Weer een nieuw kwaliteitskader en weer andere wet en regelgeving. En weer
andere financieringstromen. Hè? Daar moet je als organisatie ook steeds op anticiperen. Hè? En dat is ook leren en ontwikkelen om in die dynamische context. Hè? Want je krijgt het niet geregeld om dat top-down iedere keer weer opnieuw zeg maar, in te regelen als er van buitenaf een invloed is. Hè? Dat volgt zich gewoon veel te snel op elkaar af. Dat is te ingewikkeld. Daarvoor heb je een lerende organisatie nodig die voortdurend zeg maar, eigenlijk weet hoe je te reageren hebt op allerlei nieuwe ontwikkelingen die gekoppeld zijn aan het doelen van de organisatie. Maar zeg maar die verbinding met die opgave even hè, zo van de organisatie of het team is wel belangrijk. En de creatieve verbinding. Want als je denkt van nou ik vind het ontzettend leuk om de hele dag hout te hakken. He, dan kan je je wel persoonlijk willen ontwikkelen op dat terrein. Maar ja, dan schiet je als tenzij dat je een organisatie. Ja, dan weer wel. He, maar dat is de kunst dan. He, om te kijken van ja, waar klopt dat hartje nou sneller van? En hoe kan ik dat verbinden aan die doelen van de organisatie? He, en dan ja, als je dan dagbeschikkingen hebt, dan ben je top. Dan denk je, ja, dan heb je iemand die heel mooi. Die wil ook leren ontwikkelen om op die manier een bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie. Ja. Ja. Dus we hebben herkenningspunten van lerend vermogen geformuleerd. En in die zelfevaluatie vragen we dan aan de organisaties, nou, denk daar nou eens over na. Wat we ook gedaan hebben, is een aantal vragen formuleren voor een goed gesprek over leren. He, dus in die methode zelfevaluatie staan vragen voor medewerkers. En dat is ook weer iedereen, he, ook die bestuurder is een medewerker. Dus iedereen in de organisatie die met elkaar het gesprek wil voeren over leren. We hebben in die focusgroepen ben ik iedere keer gestart. Ik heb dat samen met Antoinette Bolscher gedaan. Van hoe leer je zelf? He, ook bij de cliëntvertegenwoordigers en ook bij de bestuurders. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen het meteen over zorgmedewerkers hebt. Hè? Want dat doet iedereen. Hè? Ook de specialist oudergeneeskunde doet dat. Hè? Iedereen denkt als het over leren gaat, gaat het over zorgmedewerkers. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus om aan te sluiten bij, die, nou ja, bij je eigen ervaring en jouw eigen opvattingen over leren, hebben iedereen gevraagd, hoe leer jij eigenlijk? Nou, dat levert hele leuke gesprekken op. En dat levert ook begrip op voor waarom zorgmedewerkers soms niet willen leren op een manier waarop iedereen denkt dat ze moeten leren. He, want je vindt, he, iedereen roept dan meteen, oh ja, ik vind toch leren in de praktijk, samen met anderen. He, je moet reflecteren, maar dat doe je toch het best met. He, dus dan komt, nou ja, zeg maar alles wat we zorgmedewerkers vaak aanbieden, dat lijkt dan eigenlijk niet zo goed te passen bij hoe iedereen eigenlijk zelf heel graag leert. Dus dat is, nou ja, een eye-opener op zichzelf, die we eigenlijk ook in die vragen hebben willen terug laten komen. He, dus ga nou niet meteen die herkenningspunten langslopen en het daarover hebben, maar om een gesprek te voeren over van wat is leren eigenlijk en hoe willen wij dat in onze organisatie eigenlijk organiseren. He, dus waarom die herkenningspunten en die vragen, hè, want het maakt het er ook niet makkelijker op. Is dat nodig? Misschien niet. Hè? Daarvoor is ook die pilot om te kijken of dat inderdaad een goede manier is om te proberen om die verbinding te maken en juist zeg maar, die beweging op gang te brengen in de organisatie waar je met die zelfevaluatie eigenlijk naar op zoek bent. He, en dat past dan ook bij die uitgangspunten, he, dat we afvinken willen ontmoedigen, het gesprek stimuleren, intrinsieke motivatie daarbij aansluiten. He, dat zijn de uitgangspunten en we hebben gedacht, ja, alleen herkenningspunten is dan misschien toch te weinig en daarom zijn die vragen eraan toegevoegd. Dus het benutten van zo'n zelfevaluatie, dat is niet iets wat je makkelijk doet. He, dat vraagt, dat is eigenlijk gewoon een hele creatieve zoektocht waar de organisatie dan zelf, als je dat wil, he, dus het is geen verplichting, he, dus dat is gewoon heel mooi. Als je denkt van nou dat lijkt me wel wat, dan kun je ermee aan de slag, maar dan, het wordt niet voorgeschreven van doe dit, doe dat, maar het is vooral van denk na. Denk na, he, wat zou je willen, wat levert jou nou informatie op?
wie zou dan met wie in gesprek kunnen? Hè, want dit zijn dan de dingen waar je over moet nadenken. Als ik het nou hebben wil over lerend vermogen in de organisatie, wie zou dan met wie daarover kunnen spreken en waarom deze mensen? Nou, dan kan iedereen zelf een antwoord op bedenken. Hè? En als je zo'n gesprek hebt, wie zou dat dan voor moeten zitten? En hoe kun je die herkenningspunten benoemen? Hè? Hoe kun je dat vastleggen? Hè? Dit zijn allemaal vragen die je zelf in de organisatie moet stellen. En waar gewoon. Hè, je kan ook bedenken van nou, om lerend vermogen vast te stellen in de organisatie, beginnen we gewoon eens in dat team. En dan gaan we kijken. Of zeggen van nou, ik begin eens bij de directeur en laat die maar eens even met elkaar hoe zij leren en wat zij ervan denken. Of hè, je hoeft niet meteen een hele organisatie te doen. Je kan gewoon klein beginnen op kleine plekken. Nou ja, wat je maar wil eigenlijk. Hè. En, maar belangrijk is dat je goed kunt uitleggen voor jezelf. Ja, waarom doen we dat eigenlijk zo? En wat levert ons dat op? En krijgen we dan informatie waar we ook echt wel wat mee kunnen? Als we het hebben over dat continu leren, ontwikkelen en verbeteren in de organisatie. En ook het vaststellen van de resultaten. Nou ja, dat is eigenlijk iets wat iedereen dan gewoon op zijn eigen manier bedenkt en doet. Hè. Het enige is wel dat, en dat verwacht de IGJ ook, is dat je iets vastlegt in het kwaliteitsverslag over lerend vermogen van de organisatie. Dus, en dan gaat het over van wat voor een proces hebben we dan doorlopen. Dus als je de methode zelfevaluatie gebruikt, kan je uitleggen van nou ja, welke onderdelen daarvan hebben we benut en hoe hebben we dat gedaan. En wat het heeft opgeleverd. Hè? Dus zowel proces als inhoud. Maar daaronder kan natuurlijk een bak aan informatie zitten die je niet in zo'n kwaliteitsverslag doet en op allerlei andere manieren zijn nut heeft voor de organisatie. Nou ja, het idee is hè, dat de opbrengst van de methode zelfevaluatie, dat voor zorgorganisaties een manier is om dus zelf zicht en grip op lerend vermogen te krijgen op een manier hè, die voor hen zelf zinvol is. En niet hè, dat je zelf denkt van ja, daar hebben we echt wat aan. Hè, want het brengt op zichzelf ook al echt een proces op gang als je dit gaat doen. Voor in- of externe stakeholders en toezichthouders is het een manier om ook zicht op lerend vermogen te krijgen. Je kan met de organisatie in gesprek gaan over de resultaten van de zelfevaluatie. Ja, wat hebben jullie gedaan en wat kwam daaruit? En dat gesprek met die stakeholders en toezichthouders, de bedoeling is dat op zichzelf ook weer helpend is om weer te kijken van, oh ja, dat levert weer nieuwe inzichten op. En dat helpt ons om weer te kijken van, nou ja, wat kunnen we wel doen en hoe kunnen we eventueel verder gaan. Dus nou ja, de zelfevaluatie is echt bedoeld. Hè? En of het inderdaad zo werkt, nou ja, daar gaan we hopelijk een pilot over starten. Dat echt dat proces, die zoektocht in de organisatie op gang brengt over, nou ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen op het terrein van leren, ontwikkelen en verbeteren. En nou ja, hopelijk wordt die als zinvol, bruikbaar en werkbaar ervaren. En als dat niet zo is, dan moet die anders of weg. Hè? Zo simpel is dat. Nou.